1 op 1 de lijsttrekkers met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Van harte welkom live vanuit Nieuwspoort. Te volgen via NPO Radio 1, NPO Politiek. En later vandaag ook via NPO Start nog negen dagen. Tot de verkiezingen. En dus praat ik hier elke dag met een lijsttrekker over het dienstverkiezingsprogramma, de haalbaarheid van de plannen en de consistentie van de ideeën. Vandaag de man die eh, naast de VVD als enige regeringspartij profiteert van het meeregeren. Hij staat op zeven zetels in de peilingen, althans bij die van Maurice de Hond. Twee meer dan die er nu heeft in de Tweede Kamer. En de achterban is wat verdeeld of ze dat moeten gaan volhouden, dat mee gaan uh, regeren. En tegelijkertijd uh, wil de ChristenUnie, want dat is de partij van de man met wie ik ga praten. veel meer aandacht besteden aan de overheid die er weer moet zijn voor de burger. De burger meer inspraak geven. Het lijkt af en toe een beetje op de plannen van D66, maar zo zal het niet zijn bedoeld. Hier is Gert-Jan Segers, de lijsttrekker van de ChristenUnie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u wilt een referendum, u wilt de burger meer inspraak geven. Uh, als je niet beter zou weten, dan zou je zeggen: u gaat samen met uh, Sigrid Kaag optrekken. Ja, dat zou wat wezen. Ja. ja, ja, nee, er zijn nog een paar andere. paar puntjes waar we nog iets anders over denken. Ja. Nee, maar wat, wat, wat heel belangrijk is. is dat je na het weerzeggenschap geeft aan, aan burgers. Dat ook bestuur. dat dat van onderop komt. Ja, is het haalbaar? Zeker, want het gebeurt al. Dus je hebt bijvoorbeeld. Uh, ik ben zelf een keer in Zaanstad geweest. waar gewoon de buurt op een gegeven moment heeft gezegd. wij gaan hier een buurtcentrum overnemen. Ja. En daar gaan wij, uh, dat gaan we zelf uh, exploiteren. Ik ben in Almere geweest. waar een buurt groenvoorziening heeft overgenomen. Ze zegt: de gemeente, wij kunnen het beter. Ja. Nou, dat, dat, dan, dan, dan loop je door zo'n buurt. en dat is zoveel mooier ja, en zoveel dat... prachtiger. als het gedragen wordt door een buurt zelf. Ja. dan wanneer een overheid het doet. Ja, ja ik geloof daar er heel erg in. Ja, oké, okay, dat is het lokale niveau. Maar ik bedoel eigenlijk zijn al die plannen die u opschrijft. in dit vrijdelijvige. Een verkiezingsprogramma, zijn die haalbaar? Anders schrijven ze het niet op. Ze zijn haalbaar. D gaat het allemaal lukken? Nee. Want uh, als wij zouden meedoen, dan doen we mee in een coalitie. Ja. Um, en dan moet je altijd compromissen sluiten. Dus één op één uh, alles invoeren gaat niet lukken, maar is alles haalbaar? Ja. Nou, één op één gaan we praten. Van harte ja. welkom bij één op één. Dankjewel. Eerst mij even naar de dag van vandaag, meneer Segers. Want er is hier een persconferentie vanavond. Uh, weinig versoepelingen, maar misschien toch een, uh, het, het einde van de uh, donkerte aan het einde van de tunnel. Ja. Als je de uh, geluiden hoort, er was geen coalitieberaad vanochtend. Dus voor u is het ook een verrassing wat er vanavond komt? Nou, ik uh, zei dat vanochtend op Radio 1. Uh, ik had namelijk niks in mijn uh, agenda staan. Toen kreeg ik onmiddellijk een bezorgd uh, appje van een uh, ambtenaar. Die zei: Nou, dat is er wel. Maar er is nu iemand anders van onze fractie. Uh, oh, is daar naartoe. Uh, ik zit hier. Dus ik uh, zit niet bij het coalitieoverleg. Dus hadden u niet uitgenodigd. Nou, ze hadden niemand uitgenodigd. Ze waren vergeten om dat uh, netjes door te geven. Omdat wij Maar nu, wie zijn ze? Uh, Algemene Zaken regelt dat. Dus ja. dat is de entourage rond de minister-president. Dus, dus Rutte zat er eens eentje. Uh, nee, er zitten nu wel een paar mensen zitten. die zijn aangeschoven. Maar ja. uiteindelijk was er toch coalitieoverleg. Maar dat is alleen met het oog op corona. Ja. Om een eerste gevoel te krijgen van: zouden plannen die we hebben, zou die evenwel een meerderheid kunnen halen? Kunnen die rekenen op draagvlak in de kamer, ja. ja of nee? En kunnen ze wat u betreft rekenen op een draagvlak? Ik weet in de niet kamer? precies wat de, wat de plannen zijn. Nou ja, dus ik moet dat nog horen. Een, een, een hele kleine versoepeling, zwemles misschien, maar ook wel een doorkijkje richting de zomer dat we misschien weer met vakantie kunnen in het buitenland. Ja, draagland. en dat is natuurlijk heel hoopgevend. Dus je ziet al dat de cijfers in de verpleeghuizen heel hoopgevend zijn. Daar wordt massaal ingeënt en daar zie je. De cijfers dalen. Ja. We gaan nu steeds verder naar beneden. En je komt dan in de groep die anders op het IC zou belanden. Dus ja. als je die kunt ontlasten. Ja. kunnen we eindelijk ook de IC-zorg wat lucht en ruimte geven. En dan komen we langzaam maar zeker natuurlijk ook bij het werkende deel van de, van de bevolking. als we dan weer naar buiten kunnen. Dus wat u betreft gaan we versoepelen? Nee, ik, ik, ik luister heel goed naar het uh, OMT. Ik, ik weet dat het kabinet nu ook een bredere afweging maakt dan alleen maar het OMT. Want je moet niet alleen naar de medische cijfers kijken, maar ook kijken wat doet het mentaal, wat doet ja. het economisch met deze crisis, met ons land. Dat moet, en een moet zwaarder je... gewicht krijgen dan tot nu toe? Ja, dat, en ik ben heel blij dat dat heel expliciet bij de laatste uh, persconferentie zwaarder gewicht kreeg. Ja, ik maar, vond maar dat wij heel zwaarder. Zwaarder. Dat. Uh, uh, als een half jaar geleden de cijfers zo waren geweest, dan waren de scholen waarschijnlijk niet open gegaan. En nu zijn de scholen wel open gegaan. En zijn ja. de winkels ook voor een deel open gegaan. Ja. En dat vond ik een goede keuze. Goed, Nou, we zullen afwachten wat daar vanavond om een uur of zeven over uh, bekend ja. wordt gemaakt. Uh, even terug naar het verkiezingsprogramma. Ik zei u al, u wilt uh, dat de overheid er weer voor de burger is. en die burger meer invloed geven. Onder meer via een um, uh, uh, soort inspraakprocedure. uitdagrecht ja. noemt u dat? Wat is dat? Dat is wat ik net schetste bij Almere. Was er een buurt die zei. joh, hartstikke leuk dat jullie met de, de plantsoenendienst hier komen. en een beetje schoffelen en hier dat groen bij houden. Als wij hetzelfde budget als wat jullie daaraan besteden. als je dat aan ons geeft, beloven wij een mooiere buurt. En uh, daar staan bloeiende bloemen. Daar zijn volkstuintjes aangelegd. Er staan buurtbewoners die elkaar anders niet zouden spreken. naast elkaar te schoffelen uh, in hun. Uh, in een volkstuintje. Ja. Uh, ja, dat dat gewoon levert een... gewoon een mooiere, uh, ja. een mooiere buurt maar Dat is dus... een vorm van burgerschap. Maar dat is, ja, geen, dus dat dat is, geen is een uitdaging. Dus je daagt die overheid uit, zegt: wij kunnen het beter. Uh, jullie exporteren een buurthuis, wij kunnen het beter. Ja. En dat mag je nou laten zien. Ja, maar goed, als er nou één les is van de, die de overheid zou moeten trekken de afgelopen jaren, kijk naar de toeslagenaffaire, is dat die overheid er niet altijd voor die burger is geweest. Nee, zeker. Integendeel. Zeker. Uh, en als je dat grondig wil veranderen, dan ja. moet je ook helemaal, helemaal gaan kijken naar de ambtelijke structuren, de ambtelijke zeker. cultuur. Absoluut. Hoe gaat u de bezem door al die departementen halen dan? Je ziet dat de uitvoering loopt. Uh, dat noem een uitvoeringsorganisatie van een overheid, UWV, Duo, NVWA. Uh, nou, nu de, natuurlijk de, de Belastingdienst, dat is de meest pijnlijke. Ja. Overal problematisch. Laatst nog een parlementaire enquête. Exact. Vrij, vrij harde conclusies. En daarom vind ik de linkse reflex om te zeggen: joh, we moeten die overheid nog groter maken. En we gaan nog meer taken naar die overheid toetrekken en nog meer uitvoeren. Er moet een Nationaal Zorgfonds komen. Ja. Die hele zorg gaan we op onze schouders. Ja, daar nemen. Daar bent u niet voor. Dat is vragen om moeilijkheden. Maar als je die samenleving de ruimte biedt. En als overheid dat wat je wel moet doen, beter doet, ja. met meer middelen, dus je ja. doet meer geld naar die lokale overheid, maar als je doet wat je belooft en doet wat je moet doen, dan denk ik dat er een betere relatie tussen overheid en burger kan ontstaan. Ja, daarom wilt u de vertrouwensregel. Eigenlijk gaat die ervan uit dat je meer ambtenaren aanwijst, ook op het lokale niveau, zodat er menselijk contact is, Hè, toch? Daar gaat het om. Ja, er gaat meer geld naar de lokale en overheid. En dat je die dat ambtenaren meer uh, bewegingsvrijheid geeft om ja. dingen op, uh, op een praktisch niveau te regelen. Nou, we hadden bijvoorbeeld die uh, boete in Weide Meren: dat een moeder geeft aan haar dochter die in de bijstand zit ja. boodschappen. Ja. En dan kijkt een ambtenaar die kijkt naar de letter van de wet en ja. die zegt: hm, dat mag niet, u krijgt een boete. Ja. Daarvan zeggen wij, beste ambtenaar en vooral beste wethouder en nog belangrijker, beste gemeenteraad. Ja. Pak de vrijheid, pak de lokale vrijheid. Dus we hebben nu ook een Om de wet te overtreden? Nee, dus wij hebben die wet nu ook. Aangepast in ja. de zin dat wij een initiatiefwet hebben ingediend, breed ondersteund, die zei van je moet geen boete opleggen, maar je krijgt de ruimte ja. en de vrijheid om zelf een afweging te maken. Ja, maar... En dat is de overheid die ik voorsta. Ja, maar dan moet u betere wetten maken. Zeker, zeker. Dus wij hebben ons lesje ook geleerd. Wij eh, hebben bijvoorbeeld, ik heb, ik heb ook, ook gekeken in die toeslagenaffaire, ja. heb ik gezegd jongens, het is heel makkelijk om te zeggen, er is geen christenunie winstpersoon verantwoordelijk voor geweest. Wij hebben niet aan de knoppen gezeten toen die toeslagen werden ingevoerd. Maar dat is te makkelijk. Ook wij hebben gestemd. Ja. Ik zeg, pak nou eens even al die stemmingen, bij al die wetten. Ja. Hoe hebben wij toen gestemd? Nou, ja. Soms was het goed, maar soms hebben we ook echt een verkeerde keuze gemaakt. Dus ja. ook wij zijn daarvoor verantwoordelijk. Ja. Dat lesje wil ik leren, of die, die dure les wil ik leren. Ja. En vandaar dat wij zeggen, wij moeten nu een belastingstelsel zonder toeslagen. Ja. Dus, dus, dus wij leveren de plannen, wij leveren. Uh, de nieuwe ideeën ja. om met de geleerde lessen nu ja, echt een U wilt om te sowieso een herziening van het belastingstelsel ja. zonder die toeslagen. Er was nog een partij die van die toeslagen af wilde. Er zijn, uh, iedereen zegt dat. Ja, er, er was er één partij in het bijzonder, ook een regeringspartij, die daar als eerste mee kwam. Nou, het CDA, die zegt dat ze dat willen. Ja. Ja, nee, het was D66. Ja, die wil het ook zeker. Ja, weg van alle toeslagen. Ja. Weg ermee. Ja. Kost 40 miljard. Nou, wij, en, en daar heb je dus een onafhankelijke scheidsrechter uh, voor nodig. En die heet dan CPB, het Centraal ja. Planbureau. Ja. Die dat doorrekent. Die zegt, kan het. Dus wij hebben exact hetzelfde voorstel gedaan. Namelijk, we willen af van die toeslagen. Ja. We willen een rechtvaardige verdeling van de welvaart... en meer ruimte voor gezinnen ja. om werk en zorg te combineren. Kost 40 miljard. En dat kan uit. Dus het heeft um, uh, kosten... Aan het begin, dus je, dus je moet daar inderdaad geld voor uittrekken, maar het rekent na uh, ongeveer 10 uh, jaar, rekent het rond en zal uiteindelijk iedereen, uh, iederal gezinnen, verschillende groepen, ja. verschillende huishoudens, zullen daar allemaal op vooruit. Gaan. Dus u hebt daar die 40 miljard voor over. Ik heb daar kosten voor uh, uh, over, geld voor over... om in het begin dat mogelijk te maken. Maar het leidt tot rechtvaardige verdeling van onze welvaart... Ja. en tot meer ruimte voor gezinnen. Ja, maar iedereen, en dat heb ik er iedereen richting, uh, die richting de fiscus wijst met het moet anders... krijgt telkens, ook van de verantwoordelijk bewindspersonen... hetzelfde te horen. Jongens, dat kan de organisatie niet aan. We werken met nee. verouderde systemen, we hebben te weinig mensen... er zijn te veel goede mensen vertrokken... met een goudgerande vertrekregeling... Ja, uh, en um, uh, elke stelsel. We, 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 we werken met verouderde systemen. Elke, ja. elke stelselwijziging kunnen wij niet aan. Nee, en, wanneer krijgen we, om ellende? en wanneer krijgen we dat te horen als wij meer willen. Maar wij willen niet meer van de Belastingdienst, wij willen ze minder laten doen. Maar dat is wel een enorme omslag. Het is een enorme omslag. Maar, en dat kan die organisatie niet aanhoren. Maar, het ook er, zijn twee, er zijn twee problemen. Of zijn eigenlijk drie problemen: Er is een Belastingdienst die het niet aan kan. Ja. Dat is een heel groot probleem. Als ja. wij iets willen, namelijk een rechtvaardiger verdeling van onze welvaart. En je wil dat praktisch maken, dan zegt onmiddellijk de staatssecretaris van Financiën: zegt, oh, kan niet. Alarmbellen, kan niet. Nee. Dus dat is een probleem. Het ja. tweede is, het is veel te complex, veel te ingewikkeld. We halen heel veel geld op en we herverdelen dat door middel van toeslagen. Een heel complex systeem waarin we heel veel geld rondpompen. Ja. Dat, is niet, dat is geen uh, efficiënt gebruik maar van je geld. Kan de, je, de, kan de Belastingdienst uw stelselwijziging dan wel aan? Ja, dat zal niet van de een op de andere dag zijn, maar uiteindelijk, en dat is het derde wat heel belangrijk is, we moeten komen tot een rechtvaardige verdeling van onze welvaart. En het wordt nu niet rechtvaardig verdeeld. Ja. Dus um, dit is de kerntaak van de overheid. Je haalt geld op, dat is nogal wat, je haalt geld op bij mensen. Ja. Als je dat niet op een rechtvaardige manier herverdeelt, ja. dan ben je een roversbende. Dat zeg ik niet, dat zei Augustinus, een kerkvader, ja. die zei, wat is het verschil tussen een overheid en een roversbende? Dat is het recht. En je moet op een rechtvaardige manier dan... Die welvaart herverdelen. Ja. Als je dat niet doet. Ja, dan, dan, dan faal je als overheid in de kerntaak. Maar eh, is de overheid dan. en de Belastingdienst in het bijzonder. de afgelopen jaren een roversbende geweest? Nee, dat is. Uh, nou, u veel... noemt het net zelf. Zeker in, als, in dit verband ook. In dit verband. Als, als je mensen geen recht doet. Dat is gebeurd? Uh, ja, dan zak, je, dan zak je door je hoeven. Ik zeg niet dat die ambtenaren of individuele ambtenaren, nee, uh, subsidieslieden, maar het systeem is... Uh, Verworden tot heel, een roversbende. Is heel onrechtvaardig geweest. Verworden tot een roversbende. Dat had de karakter uh, trekken van een roversbende. Dat zou uh, Augustinus zeggen. Als hij nu had geleefd en nu had gekeken en die zegt, ja maar dit is wat ik bedoel. Dit is wanneer een overheid faalt. Ja. Um, ik heb één voorbeeld. Ik, 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 ik heb het een keer eerder um, gebruikt, maar dat was. Ik had een vrouw aan de telefoon die in 2012, het jaar dat ik Kamerlid werd. Ja. Kreeg zij de eerste brief van de Belastingdienst binnen. Ja. Zolang als ik Kamerlid ben, zit zij in de uh, ellende. Ja. En dat is, dat is nou ja, sterker, niet al, te veel, nieuws heeft laatst onthuld dat het veel eerder begon in 2006. Ja, gewoon, en deze vrouw was 2012, maar het is inderdaad nou eerder gebeurd het is, ja, in sommige en, andere. Dus dat moet echt rigoureus anders ja. Meer inspraak. U wilt ook een constitutioneel Hof. Ja. Net als Pieter Omtzigt trouwens. Oh, het is geen officieel CDA standpunt. Maar nee. dat zou dan wel het standpunt zijn van, uh, van Pieter ja, Onzin. Ja, die wil nee, dat daar da da ben, ja. da ben, da ben ik zeer met hem me eens. Of dat, is dat is een hogere Lomzegert. rechter die allerlei uh, klachten van burgers. Maar ook uh, wetsvoorstellen toetst aan de grondwet. Dat hebben wij ja. nu niet. Nee. Wat nou als dat constitutioneel hof zegt dat bepaalde uh, wetten. Neem uh, die samenhangen met artikel 23, de, ja. wet, uh, de, de vrijheid van godsdienst. Ja. En, en de uitvoering daarvan. Dat die niet in uh, overeenstemming zijn met de grondwet. Neem bijvoorbeeld een identiteitsverklaring. Ja dan buigen wij het hoofd voor de rechter. De rechter spreekt. En wat heel raar is in ons land... is dat die rechter niet kan toetsen aan de grondwet. Dat moet de Tweede en de Eerste Kamer moeten dat doen. Maar dan zie je toch dat politiek opportunisme... Uh, ons parten speelt. Dus dat als iets is afgesproken in een regeerakkoord... noem verder inperking van artikel 23, de onderwijsvrijheid... Ja. Als, als dan vanuit ons perspectief wordt, wordt ingebracht... maar dit is grond, een, een beperking, een, een te grote beperking... van een grondwettelijke vrijheid, mm -hmm. dan zegt de minister... nou, ik heb er nog eens naar gekeken, ik vind van niet. En als de meerderheid daarvoor stemt dan is het klaar, dan is het, is het een wet. Ja. En als je dat kan maar voorleggen dat is toch aan ook de een taak, rechter... Maar dat is toch ook de taak van het parlement? Zeker, maar ik, wij hebben een, een, een trias politica. Dus we ja. hebben naast de, de uitvoerende macht en de wetgevende macht... ook een rechtelijke macht. Ja. En ik wil dat die rechtelijke macht dan ook kan zeggen... ik kijk nog eens een keer naar de grondwet. Ja. Doet de overheid wat die moet doen? Is een wet in overeenstemming met de grondwet? Nu mag dat niet, die toetsing. Ik vind dat dat wel heel heilzaam is. Maar ja, zijn. er zijn en... andere partijen die hebben zich uh, groen en geel geërgerd... aan allerlei rechtelijke uitspraken en vindt juist... dat de rechter veel ja. te veel op de stoel van de politiek gaat zitten. Ja, dit gaat echt over een, gro een uh, grondwettelijke toets. Uh, je komt de rechter vroeg of laat een keer tegen... als je als wetgevende en uh, uh, uitvoerende macht de hand ligt met het recht. Ja. En gelukkig maar, gelukkig dat we dan een rechter hebben die zegt... jij belooft in een verdrag dat jij zorgt voor schone lucht. Dat heb ja. je aan je burgers beloofd. Ja. Je hebt je handtekening eronder gezet. Nou ja, daar zitten ook alle internationale verdragen aan vast. Ja, maar die tekenen wij. Ja. Dus, dat, dus dat is een, 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 teken, een, een handtekening ja. van de Nederlandse overheid... die zegt, ik beloof mijn burgers, ja. ik zorg voor schone lucht... en ja. ik zorg voor uh, een fijn, lef, fijne leefomgeving. Ja. En als die overheid dan vervolgens niet levert dan kan die overheid zeggen, ja. of dan kan die rechter zeggen, alles goed en wel, overheid, maar hier krijg je een tik op je vingers. Nu dus zijn we uh, via die rechter en de uitspraak in de urgendazaak, want daar doelt u op. Uh, natuurlijk gekomen we bij uh, het klimaat, het milieu uh, en uh, de manier waarop wij uh, in dit land leven en hoe schoon de lucht is. Uh, u bent erg voor rentmeesterschap. Zeker. He? Dus het, uh, het... Zorg voor de schepping. Ja, en, en het beter achterlaten van de aarde voor de volgende generatie... Ja. dan je hem zelf hebt aangetroffen, toch? Zeker. Dat is de kern van de boodschap. Exact. Ja. Uh, en u bent voor circulaire landbouw. Ja. Maar u zegt er niet bij hoeveel boerenbedrijven eraan moeten gaan. Nee. Waarom niet? Omdat dat geen doel in zichzelf is. Want dan, 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 dan... Maar het is misschien wel een middel om het doel te bereiken. Uh, het middel kan zijn is dat het uiteindelijk leidt tot minder dieren. Uh, dus het middel kan zijn dat je boeren die willen stoppen, die geen opvolger hebben, dat je zegt: wij laten je niet in de steek, we ja. zorgen voor een warme sanering, en dat ja. betekent per saldo minder dieren. Ja. Maar dat is de uitkomst van je beleid en dat is niet het doel van je beleid. Nee, maar u rekent, neem ik aan, ook de uitkomst van uw ideeën wel door. Zeker, en dat hebben we gedaan bij PBL. En PBL zegt: kijk ik naar plannen van bijvoorbeeld d 66 en uh, GroenLinks, dan zie je een zogenaamd weglek-effect, oftewel ja. je duwt activiteiten de grenzen over, ja. die net zo hard daardoor gaan en dan een... ja. Koe in Polen stoot meer ellende uit ja. dan de koe in Nederland. Wij dat is hebben waar. Een hoogwaardige landbouw. Zeker. Dan kun je beter zorgen dat je die landbouw hier... een omslag laat maken naar ja. kringlooplandbouw... Ja. dan dat je de activiteiten hier verbiedt... terwijl ze over de grens verder gaan. Ja, maar kringlooplandbouw is ook meer biologische landbouw. Daar heb je over het algemeen meer grond voor nodig. Ja. En we hebben een stikstofprobleem. Dus er zal moeten worden gesneden in de veenstapel. Daar is vriend en vijand het over eens. En wat wij dus nooit zeggen en nooit zullen zeggen... en waar wij dus kwaad over waren toen D66 het wel zei... dat is... Gij zult halveren. Wij gaan die veestapel gaan wij halveren, gedwongen. Ja, ja. Dat, dat mag je niet zeggen tegen, tegen, tegen boeren die te goede trouw zijn en die al zoveel hebben. Maar geïnvesteerd hoeveel dan wel om uiteindelijk uh, hun, uh, de uitstoot van schadelijke gassen te reduceren? Ja, maar hoeveel dan wel? Wat je dus ziet is dat er boeren willen stoppen. Ja. En wat je ziet is dat er jonge boeren zijn, dat er een nieuwe generatie zegt: Ik wil ook natuurbeheerder zijn. En ja. ik wil extensieve, niet intensieve, maar extensieve landbouwbedrijven. Ja. Dus ja. die, die koeien moeten inderdaad in de in. De in. Ja. Ik wil dat doen als je mij een eerlijke prijs betaalt. Ja. En daar zijn wij bondgenoten. Ja, en hoeveel boeren moeten er dan weken? Nee, dat ga ik niet zeggen. Omdat er ook innovatie is, omdat er een, 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 een omschakelfonds is, omdat er een verandering is, waarvan ik niet weet wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn. Maar ook het, wat, wat u leiden, betreft moet het mes in de veestapel. Het mes gaat niet in de veestapel. Het, het kan ertoe leiden dat een boer zegt ik wil stoppen ja. of ik wil omschakelen en ik wil inderdaad minder dieren, ja. en meer natuurbeheer doen. Ja. Wat uiteindelijk leidt tot een betere boterham. En een langetermijn perspectief voor die boer. Ja. En dat is niet het doel van ik ga ze even nee, het mes in die wijze houden. De uitkomst is minder dieren in Nederland. Ja, goed. Uh, nou, wat dat betreft uh, komt u ook in de buurt van D66. Nee, wij doen het met de boeren, samen met de boeren. En niet zonder de boeren en over de boeren. Het interessante is dat u, wat dat betreft, ook een beetje met uw vingers tussen de deur zet. Want een deel van de achterban vindt dat u veel te uh, veel uh, zit op die vernieuwing in de landbouw. Uh, en uh, bij wakker dier wordt u weer in het uh, rijtje uh, CDA gescheid. Het is een... Uh, uh, je, hebt, je hebt in de Bijbel het verschil is de brede weg en de smalle weg. Wij proberen de smalle weg te bewandelen ja. tussen natuur en milieu, ja. tussen natuur en landbouw. Ja. Waarbij er partijen zijn die alleen maar zweren bij natuur en de landbouw als vijand beschouwen, of andersom. Ja. Want je hebt ook partijen die. Ze klampen zich vast aan de landbouw en die willen snijden, en dat hebben ze in het verleden gedaan, denk ja. aan Henk Bleker, ja. in natuurbeheer. Wij ja. zeggen ze horen bij elkaar, ja. ze leven van elkaar en wij willen dat smalle weg bewandelen in een balans tussen land, uh, landbouw en natuur. Die smalle weg die, uh, gaat ook op voor uh, eventueel opnieuw meeregeren. Namelijk? Nou ja, u zult dan een keuze moeten maken of u dat wilt of niet en welk belang ja. prevaleert. Ja. Um, nou gaan er steeds meer stemmen op. Ik lees de uh, lijsttrekker van de VVD in de Telegraaf afgelopen zaterdag. Kom met de Nationaal Herstelfonds. Snelle formatie ja. op hoofdlijnen. En in elk geval eerste dingen die nodig zijn voor ja. deze crisis. Vindt u dat ook? Ja, en er moet een hervormingsagenda moet op tafel liggen waarbij je niet inderdaad die hervorming helemaal hoeft, in detail hoeft uit te werken. Op hoofdlijnen. op hoofdlijnen. En dat hebben we bij dit kabinet gedaan met het klimaatakkoord en met het pensioenakkoord. Toen ja. hadden we opgeschreven, dit zijn de doelen. Ja. Dit is wat we willen bereiken. Ja. En vervolgens gaan wij een maatschappelijk debat. En gaan wij met sociale partners praten en het politieke debat aan ja. om uiteindelijk daar te komen. En dat is gelukt. Dat klinkt nou, als een soort crisiskabinet voor de komende jaren. Ja, maar op eenzelfde. Nou, ja, dus we zullen Nederland moeten werken aan het herstel van Nederland, maar we moeten ook hervormen. Arbeidsmarkt. Wonen, ja. belastingen, belastinghervorming en zorg. Dat zijn de vier grote hervormingen die nodig zijn. Dus als in een paar weken tijd en misschien nog wel korter daar met een aantal partijen overeenstemming over kan worden bereikt, moet het kabinet daar gewoon mee aan de slag. Dan moet het kabinet daarmee aan de slag en je moet dan nog kijken wat zijn dan nog de meest spannende onderwerpen die tot conflict kunnen leiden. Nou, dat nou, zijn er nogal wat. Nou, ik, ik, ik zie er vanuit ons perspectief twee die heel problematisch de, de zouden zijn: ethisch ja. en uh, migratie-asiel. Ja. Dat zijn twee hele gevoelige thema's ja. die voor veel. Emotie hebben gezorgd. Nou, zeker bij de vorming van het vorige kabinet. Precies, en als je dat zou kunnen pacificeren, als je daar een begaanbare weg zou kunnen schetsen, dan kun je die hervormingen tot, het hoofd, tot de hoofdmoot van het kabinetsbeleid Is. maken. Is het ook denkbaar dat u zegt: Weet je wat, we gaan gewoon met een hele brede coalitie voor een jaar of twee aan de slag en dan zien we daarna verder? Nee. Nee, als je, als je uh, uh, van start gaat, dan ga je van start voor vier jaar. Met een programma voor vier jaar, met doelen voor vier jaar. En zeker zo'n belastinghervorming waar we het eerder over hadden, dat is zo groot en zo ingrijpend. Ja. Daar heb je minstens vier jaar voor nodig. Nou ja, ik vraag het omdat u ook vindt dat als een kabinet tussentijds valt, dat er niet per definitie nieuwe Kamerverkiezingen moeten worden ja. uitgeschreven. Uh, sterker nog, u pleit ervoor om de Kamer dan niet te ontbinden. Niet automatisch, klopt. Ja, ja, waarom eigenlijk? Um, omdat het leidt tot een instabiliteit en tot uh, een onderbreking van uh, kabinetsbeleid. Wat heel nadelig is uiteindelijk voor de stabiliteit van de samenleving en voor de uh, voorspelbaarheid van de overheid. Ja. We hadden bij Rutte 1, daar uh, liep Geert Wilders het katshuis uit. Ja. Dat kabinet viel. Toen zijn drie partijen langs zijn gekomen. Ja. Um, dat werd het Lentakkoord. Ja. Dat had in dat geval best een nieuw kabinet kunnen zijn geworden. Uh, dat werd het niet. We kregen nieuwe verkiezingen en we kregen uiteindelijk Rutte II. Ja. Wat je zou kunnen doen bij de val uh, van een kabinet is kijken: is er een andere meerderheid denkbaar waarmee wij alsnog van start gaan? Dan moet je wel een regeerakkoord hebben, ja. maar dan win je heel veel tijd. Maar en dan dat win pleit... je ook heel veel. Dat is een winst ook voor samenleving en economie in ja. hele onzekere tijden. Maar dat pleit er toch juist voor om zeker in deze crisistijden dan een zakenkabinet in het leven te roepen? Er bestaat geen zakenkabinet. Politiek is altijd. Uh, beladen is altijd zijn altijd ook ja, morele of keuzes. Of een breed gedragen uh, crisiskabinet of hoe je het ook wilt noemen. In elk geval iets wat we normaal gesproken niet zien. Handen in één van, van, van wat rechts van het midden. Want rechts heeft in ieder geval twee partijen uitgesloten. En u zelf geloof ik ook, PVV en Forum. Hè? Ja, ik sluit nooit structureel partijen uit. Maar het is wel heel problematisch om met hen samen te werken. Ja. Maar u sluit ze niet uit? Nou, niet, niet, niet officieel. Maar ik, ik, zie, ik zie ons niet uh, samen in een kabinet zitten met die twee partijen. Nee. Ziet u zichzelf überhaupt weer in een kabinet zitten? Het zou kunnen, maar uh, het is nooit uh, tegen elke prijs. Dus het is nooit een doel in zichzelf. We zijn uh, qua omvang redelijk, uh, redelijk bescheiden. Dus ik zit niet in de positie om te zeggen... nou, uh, ik ga eens even hier uh, kwartet aan het uh, kabinet... Samen maar stellen. u kunt wel heel hard nodig zijn. Ik kan hard nodig zijn en ze weten dat als je een beroep doet op de ChristenUnie, dat we dat ongelooflijk serieus nemen. Dus dat is zowel in de oppositie toen wij in een constructieve rol kwamen bij Rutte 2, ja. als in de coalitie uh, in deze periode. En dan zijn de voorwaarden dus uh, uh, geen extreem streng migratiebeleid, minder streng dan nu. De voorwaarde is dat wij komen tot uh, Europees migratiebeleid... waarin we ook rust creëren rond de incidenten. We hebben nu veel incidenten gehad, kinderpardon ja. en lesbos. Ja. En daar waren we ongelooflijk druk mee. Ja. En we zijn niet toegekomen aan de grote uitdaging. Ja. En dat is humaan Europees migratiebeleid. U wilt de discretionaire bevoegdheid terug. Dat ja. is de bevoegdheid van de staatssecretaris... die ja. zelf in schijnende gevallen kan beslissen of dat mensen hier kunnen blijven. Ja. Dat punt hebt u zelf ingeleverd. Ja. Ja. En dat uh, gebeurt in een coalitie, en tegelijkertijd schrijf ik in een verkiezingsprogramma. Schrijven wij in een verkiezingsprogramma op wat we willen. En we willen altijd ruimte voor barmhartigheid. Ja. Moet die, en dus die discretionaire bevoegdheid wilt u terug? Ja. Mo moet die ook terug? Ja, als ik het opschrijf, dan wil ik dat hij, dat hij teruggaat. Maar is het een harde voorwaarde? Nou, ja, u, kunt al mijn punten, uh, u kunt alle punten langs gaan en vragen of dat een breekpunt is. Ja, dan wordt het uh, onwerkbaar. Maar dat ik iets terug wil, ja, dat is, dat is uh, oprecht gemeend. Voltooid leven is waarschijnlijk wel een breekpunt. Nou, daarvan heb ik gezegd dat ik wil vol investeren in bestrijding van eenzaamheid, in goede zorg, palliatieve zorg. Maar ik. Ik kan me niet voorstellen dat de ChristenUnie verantwoordelijkheid wil dragen voor de invoering van een uh, voltooid levenwet. Ja, dus als D66 dat uh, daar koet aan vasthoudt, gaat u niet met z'n regeren. Ik hoop dat D66 zich laat, laat overtuigen. Niet, misschien niet door mij, maar wel door psychiaters, door de artsen van KNMG, door hun eigen ex-senator uh, Paul Snabel, die allemaal zeggen die voltooid levenwet. Ja, en als moet ze je dat niet doen, doen. dan uh, maken ze een hele onverstandige keuze. En dan gaat u niet met z'n regeren. Uiteindelijk zal pas bij aanvaarding van die wet zullen wij voor de, voor de keuze staan. En daarvan heb ik gezegd: ik kan me geen scenario voorstellen waarin wij verantwoordelijkheid willen dragen voor de invoering van die wet. Nee. Omdat bij bestrijding van eenzaamheid het humane antwoord is: dat je die eenzaamheid gaat bestrijden en dat je niet een zelfmoordpil geeft. Ja, met andere woorden, als er een beroep op u wordt gedaan, gaat u daar serieus naar kijken. Ja. Ik proef uit uw woorden, want dat hebt u ook al eerder gezegd: dat je in een kabinet veel meer voor elkaar kan krijgen. Ook al krijg je niet altijd je zin dan als je in de oppositie zit. Met andere woorden, dan neigt u naar meedoen tenzij het echt niet kan. Ik wil niet mijn ziel verliezen. Ik wil niet mijn idealen verliezen. Dus nee. je kunt zoveel water bij de wijn, wijn doen dat het smaakloos wordt. Ja. Uh, en dat wil ik niet. Dus nee. ik wil mijn ziel behouden, ik wil mijn idealen behouden. En als ik er dan werk van kan maken in een kabinet, ja. dan zijn we daartoe bereid. Desnoods op hoofdlijnen op die vier grote thema's. Een hervormingskabinet, vier grote thema's. Uh, pacificeren, rust uh, bij twee gevoelige thema's: ethiek en asiel. En dan zou het kunnen werken. Maar het woord is eerst aan de kiezer. En die moet echt zeggen wie ze het liefst aan tafel wil hebben. Waarvan ze willen dat die uh, het meeste werk maakt van hun ideaal. Ik dank u zeer. Tot morgen, dames en heren. 1 op 1 De Lijsttrekkers. Met Sven Kokkelman.